Oké, okay, lieve mensen, nu paragraaf 23 van de Prosextoroscure van Cicero. We gaan het hebben over Sulla. Althans, Cicero gaat het hebben over Sulla, hoe die er echt buiten wil houden. Want die heeft er allemaal niets mee te maken. En dat zegt hij niet alleen voor zichzelf. Hij moet zichzelf buiten de vervarenzon te houden. Maar ook om de rechters de mogelijkheid te bieden om Christogonos inderdaad zeg maar, als een soort verantwoordelijk te houden. En dus Sextus Roscius junior vrij te spreken. Want als Christogonos schuldig is, betekent nog niet automatisch dat Sulla er iets mee te maken heeft. Dus dan zijn ze veilig om dat te vinden en ook te zeggen en te beslissen als rechters, als juryleden. Goed, wat krijgen we nu? We krijgen een enorme lange zin, een zogenaamde periode, zoals dat heet, met daarin een beginnetje van een hoofdzin. Dan 1, 2, 3, 4 zinnen die beginnen met koem. Met ook allemaal tussenstukjes. Dan een si-zinnetje. Wat eigenlijk hoort bij de hoofdzin. Dan een nazin met koem. En eentje met oet. Waar ook weer onderbroken wordt door een simelzinnetje. Nou, dat is een heel lastig stuk. Maar als je net stuk voor stuk doet, dan zul je wel voelen hoe het gaat lopen. Dat gaan we gewoon even samen bekijken. Het begint in ieder geval met de hoofdzin, dat is makkelijk. En niet immers is het, moet je dat eventjes erbij denken, dat is gewoon een uitdrukking, hè? Nee, quae mirum betekent gewoon, en niet immers is het verwonderlijk. En dan krijg je, om de structuur van de zin even duidelijk te krijgen, krijg je dus eerst vier wanneer zinnen, hè? Wanneer dit, dat, dat en dat zo is. Niet is het verwonderlijk als, of hè, wanneer is het verwonderlijk dat, of die situatie waarin het zich voordoet, dat hij, het gaat over Sulla, iets niet animadvertat. Iets niet merkt. Dit is een cognitivus presens. In een si-zin geeft een potentialis aan. Het gaat om een mogelijkheid. Stel je voor dat Sulla eens een keer iets niet merkt. Uiteraard heeft Cicero het over de misdaad van zijn adjudant Chrysogonus. Dat heeft Sulla dus niet in de gaten gehad. En dat is ook niet verwonderlijk. Dat is de hele stelling van de zin. Heeft hij een aantal situaties die over Sulla gaan en een aantal dingen die hij dan zegt over die andere mensen, die dus mogelijkerwijs iets gaan uithalen, iets uitvreten, zoals die Chrysogonos. Dat gaat dit laatste stuk over, deze de vier stukken koemzinnetjes gaan over Sulla. Goed, gaan we die eens even bekijken. Cum eodem tempore et ea quae praeterita sunt sanet et ea quae videntur in stare praeperit. Wanneer hij, of aangezien hij, misschien beter gezegd, een soort van koem met een cognitivus presens, kan ik vertalen met wanneer hij op dezelfde tijd of tegelijkertijd en die dingen die voorbij gegaan of gebeurd zijn, geneest, hersteld, en die dingen die lijken te instaren, ja, op handen te zijn, hè, dus daaraan zitten te komen, voorbereid, preparare. Nou, wat kunnen we hierover zeggen? Dit is natuurlijk een ablativus van tijd. Ea quae, gewoon die dingen die, hier of dat wat, ga ik in Nederlands enkelvoud vertalen. Praeter iri is voorbijgaan, dus in PPP daarvan, voorbijgegaan. Sanare is genezen, hier is cognitivus presens. Sanet, preparare, preparet, hetzelfde idee. En dan over de woordkeus, waar hebben we het over? Ea quae praeterita sunt, de dingen die voorbijgegaan zijn, heeft hij natuurlijk over de burgeroorlog. Maar het heeft allerlei schade aangericht. En ik probeer het nu te herstellen, zegt Cicero. Hè, want hij is nu een dictator, dus hij moet dat soort dingen regelen nu. Het is dan metaforisch bedoeld, want het staat eigenlijk genezen. Maar het zijn natuurlijk, hoe zeg je dat, metaforische wonden geslagen. Niet alleen letterlijke gewonden in lichamen van mensen, maar ook in de samenleving. Metaforisch gaat hij dus ook genezen. Sunt sanet, een beetje een alliteratie nog weer. De opbouw van de woorden ea quae praeterita sunt sanet et ea quae videntur in stare praeparet, ea quae puntje puntje en dan nog een werkwoord en dan een cognitivus. Het is natuurlijk een beetje parallel opgebouwd, parallelisme, die twee stukjes zin. En assonantie in stare praeparet, mooi. En dan krijg je natuurlijk die vier koemzinnen, die zijn aan elkaar geplakt met komma's. Dus dat zijn ze weer asyneton, belangrijk om te zeggen. Goed, nog zo'n wanneerzin. Het is steeds allemaal met de cognitieve presens, hoef ik niet eens te zeggen. Habeat, spectent, gubert, net, sit, possit, enzovoort. Dus wanneer hij
of aangezien hij en de ratio, is eigenlijk zoiets als een manier om iets te doen, of om controle over, zou je eventueel kunnen zeggen, maar in dit geval laten we even beginnen met manier. Een manier om de vrede op te bouwen, constitueren, instellen, vaststellen, opbouwen, creëren, maken, nou, zoiets is dergelijks is het. Dit is een gerundi vum, congrueert met pacis. De ND wijst op gerundi vum natuurlijk. Samen zijn ze dan iets bij rationem. Een manier om dit en dat te doen, mag je gewoon te vertalen. Altijd zo'n genitivus. Of controle over het opbouwen van de vrede, zoiets dergelijks. En de potestatem belligerendi. En de macht over, of de macht om oorlog te voeren. Zelfde constructie, hè. Ook een gerundi vum. Nu congruerend met belli. En dan samen bij potestatem. Solus in zijn eentje habeat heeft. Cognitieve presens. Dus wanneer hij of aangezien hij in zijn eentje de macht, of sorry, de controle over het opbouwen van de vrede en de macht om oorlog te voeren heeft. Ook weer die parallelie. Pacis constituendi rationem et belligerendi potestatem. Hetzelfde soort als in de vorige zin. Waar hebben we het over? Het opbouwen van de vrede betekent staatkundige hervormingen. Met name dat de Senaat besluiten van de volksvergadering moest bekrachtigen. Dus de volksvergadering die opereerde onder leiding van Marius, de grote tegenstander van Sulla, nogal eigenhandig. Maar vanaf nu hebben ze Sulla eigenlijk de macht van de Senaat weer sterker gemaakt. En gezegd, ja, alles wat de volksvergadering besluit, dat moet de Senaat bekrachtigen. Dus moet eerst bevestigd worden door de Senaat. Dat mag je niet zomaar in je eentje beslissen, dat je rare volksmensjes. Dat is onder andere wat hij daar heeft gedaan in vredestijd, maar natuurlijk ook in zijn eentje de macht om oorlog te voeren. En dat was hij ook druk mee bezig, want hij bijvoorbeeld de stad Volterra, waar we over gelezen hebben, heeft hij aangevallen om te straffen, omdat hij Marius hadden geholpen. Goed, we lezen verder. Cum omnes in unum spectent, unus omnia gubernet. Aangezien of wanneer allen naar één kijken, één alle dingen bestuurt. Dat is natuurlijk een, inhoudelijk interessant. Alle mensen kijken naar één. Dus letterlijk hebben hun hoofd, hun hoop en al hun aandacht gevestigd op één persoon. Dat wil zeggen op Sulla. En die ene, die Sulla, die bestuurt alle dingen. Die bestuurt alles. Hè? Dus die heeft alle macht in handen. En dat geeft ook veel verantwoordelijkheid en macht en zo. Maar niet alleen dat, maar, ook van, maar het kost ook heel veel tijd. Dus hij is een heel druk bezet man, die Sulla. Dit is natuurlijk ook een mooie stijlfiguur, want er zit een antithese in tussen omnes en unum en unus en omnia. En dat is chiastisch opgebouwd. Hè. Je hebt dus omnes, unum, dan unus, omnia. Chiasme natuurlijk, ABBA als het ware. En die twee stukjes worden met een asyneton aan elkaar vastgeplakt, omdat dat antithese wat erin zit even een beetje te versterken. Repetitie van de woorden omnes, omnia en unum, unus en unum. Het is niet zomaar een chiasme, maar het is ook echt een repeterend chiasme erin. En er zit een metafoor in. Gubernare betekent eigenlijk een soort van een schip. Hoe zeg je dat? Besturen. Een stuurman zijn op een schip. Dat is een gubernator in het Latijn. Nu is hij dus als het ware de stuurman van het schip van de staat, zou je kunnen zeggen. Lezen we verder. Cum tot tantisque negotis distentus sit ut respirare libere non possit. Wanneer of aangezien hij door zoveel en zo grote bezigheden, taken, distentus zit, letterlijk uit elkaar getrokken is, dat is metaforisch bedoeld natuurlijk voor druk bezet is, zo druk bezet is, hè, door zoveel, zo grote en zo veel bezigheden druk bezet is, zodat hij, of dat hij, niet libere, is bij woord bij liber, vrij, dus niet vrijelijk, vrijuit, possit, cognitief, possen, kan respirare, ademhalen, ademen. Ook metaforisch bedoeld, hij kan heus wel ademen, maar hij heeft het zo ontiegelijk druk, dat hij niet eens normaal rustig kan ademhalen, dat als hij dan iets niet merkt, dan snappen we dat. Dat is eigenlijk waar hij naartoe werkt met deze enorme opsomming van koemzinnen. Hij is superveel bezig met opbouwen en repareren.
met de vrede en oorlog. Iedereen kijkt naar hem, hij moet alles regelen. Hij is super druk, hij kan niet eens ademen. Het is een enorm climax natuurlijk, hè, die daarin zit. Als hij dan iets niet... En niet is het dus wonderlijk als hij dan iets niet merkt. En dan komt de nazin. Cum praesertim tam multi occupationem eius observent tempusque occupentur. Praesertim cum, moet je even in die volgorde lezen, is voornamelijk wanneer, of ook sterker nog eigenlijk, wanneer zoveel mensen zijn eius, betekent zijn dus van hem, occupationem, zijn drukbezetheid, observent, observare, ook weer een cognitieve presens met cum, in de gaten houden. Oftewel, wanneer ze allemaal zoveel mensen in de gaten houden wanneer hij druk bezet is. Iedereen let op hem. Iedereen kan zien wat hij aan het doen is. En de tempus occupentur. En letterlijk de tijd, in dit geval bedoelt het moment. Afwachten. Occupari is eigenlijk op vogeljacht gaan. Dan ga je dus ergens je verstoppen. En dan ga je heel goed kijken en loeren op die vogel tot je hem eigenlijk kunt vangen. Het komt van avis, dat is een vogel, en caperen is vangen, dus vogelvangers. In dit geval gaan ze dus vogelvangen op het moment, of vogelvangers spelen voor het moment dat ze iets kunnen uitvreten als Sulla even niet oplet. Dus kunnen vertalen met en loeren op het moment om, zou ik vertalen, ut met de cognitives, moliantur hier zo, om simulatque ille despectat, eerst dat eventjes, om zodra, simulatque, zodra, ille, hij, dat gaat over Sulla dus, despecerit, moet een cognitivus futurum zijn in dit geval. Dus de speaker is eventjes de blik afwenden, speaker is kijken en de is dan ergens anders naartoe, dus eventjes de blik afwenden. Zodra hij de blik afgewend zal hebben, heeft, of zal afwenden, of blik afwendt gewoon, met presens in het Nederlands vertalen, kan allemaal. Om dan dus iets adequit huiusque modi, en dat letterlijk betekent dat iets eigenlijks als van precies ke huius deze modi aard. Precies, van precies deze aard. Hè, dus zo'n moord en een rechtszaak en dat soort dingen allemaal. Zoals die Chrysognos heeft uitgefroten. Te moliri. Cognitivus presens van moliri deponens betekent beramen. Op touw zetten. Organiseren, maar dan negatief. Om dat dus te organiseren. Even kijken. Wat kan ik hier interessant nog? Het meeste heb ik al gezegd. Ik begin nog heel iets over dat respirare. Sulla kan dus nauwelijks vrij ademhalen, wordt er gezegd. Maar het is eigenlijk een beetje half sarcastisch of ironisch. Bijna moeten we onderlezen. Want de burgers kunnen nu nauwelijks zelf rustig ademhalen. Omdat Sulla alle touwtjes in de handen heeft. En heel veel mensen waren hun leven niet zeker. Dus waren niet vrij. Dus dat is eigenlijk het interessante wat hierin zit. Sulla kan niet vrij ademhalen, maar het volk ook niet. Koem zit in die rekken de spanning enorm op tot duidelijk wordt wat Cicero dan niet mirum, niet verwonderlijk vindt. Daar krijgt dat extreem veel aandacht van. Dit is dus een metafoor, occupentur heb ik al gezegd. Dat aliquid huiusque modi gaat dus over het proces en de moord en dergelijke processen zoals Cius senior. Het volgende stukje gaan we nog een klein beetje door op over Sulla. Maar dat past nu helaas niet meer in mijn filmpje. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer.